Kijk nou eens. Nu kan je voor het eerst helikopteren, M. Doe het. Rond, je moet rond. Rond. Oh. Oh, oh, kut. Oh. Hij gaat eruit, hij gaat eruit. Vandaag zijn we op de plek waar jij je onderkleding kan kopen. Ongeacht je genderexpressie of identiteit. Misschien wel de plek waar jij voor het eerst echt jezelf kan zijn. Wij zijn vandaag aan het werk bij... Het atelier voor onderkleding. Nou. Daar is ze. Daar is ze. Onze baas. Graag je goed. Ja, ja, haar zit er. Hallo. Ik ritje open. Hi. Open. Hoi. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. De twee nieuwe werknemers. Hoi. Jelle. Hoi. Hallo. Ik ben Emma. Ik ben Danne E. Hallo. En wie is dat? Dit is Pip. Oké. Okay. Hoi Pip. Onze huishond. Maar wij zijn nu gewoon eerder dan de baas op werk. Ja. Wat gebeurt hier? Ja, jullie, dit zijn pluspunten. We gaan met pluspunten. Yes, 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 yes. Maar we gaan vandaag werken in een atelier voor onderkleding. Ja. Maar dat moet je even uitleggen, want wat gaat er gebeuren? Ja, wat is dat? Wij maken corrigerende onder- en badkleding voor mensen die van geslacht veranderen. Voor transgenders, maar ook mensen die non-binary zijn. Jullie gaan vandaag kijken of er een functie is die bij jullie past. Oeh. En ik denk dat gaat beginnen met een fitting. Er komt iemand langs en die wil iets op maat aangepast hebben. Dus een op maat gemaakte top. Okay. Dus daar mogen jullie bij helpen. Oeh. Daarna gaan we gaan jullie kijken hoe het voelt om een top of een tucking onderbroek of iets dergelijks te dragen, wat dat met je doet. Oh. Ja. Hoe het dan gaat stromen van binnen misschien. Exact. En ja, of ook gaat knellen. Het lijkt mij dat niet fijn is. Bij mij gaat het knellen, denk ik. Nou, bij mij toch ook, hallo. Oh ja, oh, ja, ja. Ik zat aan mijn kruis te denken. Ja, ik zat aan mijn tieten te denken. Ja. Want eigenlijk is dit natuurlijk een plek waar je alles omtrent. Tieten, pik, kut, de op, de af, ja. Erbij, plat en alles ertussenin. Dat is een beetje wat je hier kan kopen. Ja, dat is exact wat je hier kan kopen. Wat zijn een beetje de dingen waar je vandaag op gaat letten? Wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen ruimdenkend zijn. Ja. Als je een klantenservice aan de gang gaat, en dat ga je als je een fitting gaat doen, dan moet je klantvriendelijk zijn. Oké, ze moeten eigenlijk alles doen wat ik normaal niet ben. Ja. Je moet inderdaad heel empathisch. Slordig. Ja. Empathisch is de opdracht. Ruimdenkend. Nou, dat ben je wel, schat. Ja, dat ben ik. Ja. Op naar de eerste klus, een fitting. Empathisch, hè Emma? Empathisch. Hoe lang hebben we nog? 10 minuten. En dan komt onze eerste klant. Ah! Onze eerste klant! Ja, ik zal je even uitleggen wat je moet gaan doen. Ja, inderdaad. Ja. Want de klant komt voor een fitting. Maar wat is een fitting? In principe komt iemand dan langs met een wens. Bijvoorbeeld, ik wil een korte binder of ik wil een lange binder. Ja. En een binder is? Een binder is een top die je borsten plat maakt. Zo'n ding wat erachter hangt. Dat zijn deze. Dit zijn eigenlijk de binders. Ah ja, oké. Ik zie daar ook een kast met pikken. Ja, ja, wow. En ze zijn zo realistisch. Ik wil er eigenlijk eentje proberen. Ik wil hem ook vasthouden. Is dat inappropriate? Nee, dat mag zeker. Maar eigenlijk hou je dan natuurlijk iemands toekomstige piemel vast. Ja, of jouw eigen toekomstige piemel. Maar ik heb er alleen. Ja, dan misschien willen er twee. Dat zou best kunnen. Zo, echt? Is er wel eens iemand gekomen die zei ik wil er twee? Zou jij voor deze gaan? Er is wel eens iemand geweest die zei ik wil een grotere. Oh ja? Ja. En dan ging die er dus omheen? Ja. Maar dit doe je dan in je broek, wacht. Ja. Dit doe je dan zo. Ja. En dan heb je het idee dat je toch iets van een pik hebt of zo. Ja. Je hebt STP's, dus daar kan je doorheen plassen eigenlijk. Oh, dus dat is deze? Ja. Hier zit een gaatje precies. In. Precies. Oh, ja. Dit is eigenlijk een 4-in-1, want hier kan je en door plassen en het heeft clitorisstimulatie hierdoor. Oh. En je kan hier een rod in duwen en dan is hij dus stijf eigenlijk. Okay. Dan kan je hem voor kan seks hem ook gebruiken. Stijf maken. Okay. Je hebt bijvoorbeeld ook waar je, dat is dan 2-in-1, dus eigenlijk alleen een pekker. Die dus gewoon vulling geeft in je broek en waar je doorheen kan plassen. Dus dat is dan niet zo groot en niet zo stijf en zo. Ja. Zoals dit bijvoorbeeld. Of is deze? Deze is zo realistisch. Deze kan je opplakken en dit is een niet besneden. Oh. Hyperrealistisch. Ja. Dit is echt die van mij. Ja, ja inderdaad. Ja, je hebt ook zo'n leuk slurfje. Ik heb ook zo'n leuk slurfje daarna. Ja, je hebt zo'n slurfje. Hoi. Hallo. Kom lekker zitten. Zo. Nou, fijn dat je er bent. Ja, leuk om te zijn. Snap gelukkig.
Want jij bent hier voor een fitting. Ja. Ik weet van Untech dat ze sportbinders hebben. Ja. Dus als die er is, is het net wat safer in de gym. Ja. Ja. En is dit verlangen eigenlijk al iets wat je heel lang hebt? Ik denk sinds dat ik 23 ben of zo, een jaar of 2, 3 zeg maar. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan eigenlijk om te kijken wat dat dan was. En ondertussen identificeer ik me als non-binair. En vind ik het dus fijn om af en toe een binder te dragen. Gewoon om meer dat gevoel ook te hebben dat ik in de spiegel zie hoe ik mezelf ook intern voel. Ja. Zijn er nog dingen waar we rekening mee moeten houden qua gevoeligheid? Qua gevoelige tepels of oksels of littekens, dingen? We zijn eigenlijk helemaal oké. Ja. En dan zijn er dus inderdaad een aantal maten die we nodig hebben. Ja, eerst lichaamslengte. Lichaamslengte. Oké, okay, deze zo. Buste. 81,5. Onderbuste. Dat is 77,5. Schouder. Oké. Okay. Het gaat niet goed. De schouderbreedte neem je op door over de rug. Van schouderknobbel naar schouderknobbel. Oh ja, oké. Oké, nou dan neem lekker plaats. Dan gaan wij heel even op de maatchart kijken. Oké. Het is 81,5. Maar dus dat is deze. Onderbuste is 77. Dus die zit eigenlijk hier. We kunnen ook... Weet je wat we doen? XS. En een S. En dan kijken we gewoon welke het beste werkt en anders passen we het aan. Oké. We hebben 2 modelletjes voor jou. Leuk. Dan kun je even kijken welke het fijnst zit. Oké. Ja. Oké. Ja? Ja. Ta-ta-ta! Oké. Hoe voelt dit? Ja, dit zit voor mij fijner. Hij voelt gewoon lekker strak ook. Dat vind ik heel prettig. Maar hebben we nu gewoon ineens echt supersnel gewoon eigenlijk een hele perfecte fit? Ja, daar lijkt het wel op. Oh, zou jij dit werk nou willen doen, denk je? Zo'n bedrijf runnen met dit soort... Nou, we weten in ieder geval dat het een gat in de markt is. Dus dat is ontzettend prettig. En wat erbij heel leuk is, is dat je natuurlijk gewoon mensen echt wel... Ja, het is qua zingeving denk ik wel heel fijn dat je gewoon zoiets goeds voor mensen doet. En dat ze zich dan zoveel beter voelen. Ja. Jij? Nee, ik denk als je dan toch in de retailing en in de kledingbranche zit... Ja. Dan is dit... Doe dan dit in plaats van bij de H&M. Ja, juist hem, ja. Ja. De tweede klus ligt wat meer in het straatje van Emma en Jurre. Danae post namelijk wekelijks een informatieve TikTok over alles wat ze maakt. Aan Emma en Jurre de taak om dat voor deze week te doen. We dachten misschien kunnen jullie gaan verschillende producten gaan passen. Een tucking onderbroek, maar ook bijvoorbeeld een binder of een zwempak. We hebben penisprotheses, maar ook borstprotheses. Dus dat mogen jullie... gaan passen, voelen hoe dat is. Zin in! Gaan fluid worden. Plan de campagne. Ja, ik denk dat het leuk is als we gewoon het pakket even gaan proberen. Dus misschien kunnen we gewoon helemaal switchen. Dat toch? Ik mijn tieten afplak en voor een dik ga. Ja, want dan kunnen we ook echt alles laten zien. Ja, dat is waar. En dat ik dus tuck en borsten. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja. En ook shapen, denk ik. En shapen, ja, want hun heupjes, die kunnen wel wat spek gebruiken. Inderdaad. Dan ben ik gewoon een plank met borsten. Nou ja zeg, huh? Daar is niks mis mee. Ik ben ook een plank met borsten. Ja, maar wel een hele mooie. Ja, maar ik heb ook echt het moment uitgekozen om dit te doen. Mijn tieten zijn tering gevoelig, as we speak. Nee, maar dit is juist top. Dan heb je een soort van bierbuikje, toch? Dat je zo uitkomt. Ja, inderdaad. Stel, ik zou een piemel hebben. Ja, wat, hoe zou die er dan ongeveer uitzien? Welke piemel past bij mij, ja. Die? Nee, ik zou niet... Nee. Sorry. Ik weet dat jij deze al... Ja, dat dit op mijne lijkt. Nee, ik zou niet voor die gaan, nee. Wauw, dit is gewoon zo'n hele borstplaat. Geweldig. Oh. Het is denk ik te groot voor mijn gevoel. Nou, ik vind jou wel big tit energy hebben, to be honest. Vind je niet? Laat me nou even, dit is mijn proces. Je moet me even laten. Dit is mijn proces. Oké. Ik heb een binder, een onderbroek en een dik. En jij? Ik heb hier mijn takbroekje. Maar even kijken, dit is een 48. Heb je daar een broekje voor nodig dan? Kijk, want dan doe ik hem zo aan en dan doe ik hier mijn piemel in. Wow, die schuif je gewoon in het vakje daar. Ja, denk ik. En als ik ook nog een beetje wil shapen, kan ik deze dus nog op mijn heupen doen. Dan krijg ik eindelijk een vrouwelijke vorm. Oké, nou neem het allemaal mee. Oké, omkleden maar. Yes. Oh my god.
Het zit al strak. Mooi, mooi. Oh, jeetje. Nou, ze zijn wel weg. Ja? Ja? Maar waar gaan mijn ballen dan naartoe? Moeten die ook in dat zakje? Jawel, dit is goed. Ja, joh. Nee, maar kijk, het zit nu helemaal aan de zijkant. Ja, auw. Ik zie ze niet. Ik moet lachen, sorry. Nou, omdat er een pluisje aan je piemel hangt. Oh. Kijk. Oké, daar komt deel 1. Kijk nou eens. Nou, het onderkantje hebben we nu. Nu kan je voor het eerst helikopteren, Em. Doe het. Hoe moet ik dat doen? Ja, gewoon maak hem, laat hem ronddraaien. Oh mijn god. Het is echt moeilijk. Hup, kom op, rond, je moet rond. Rond. Oh. Oh, kut. Oh. Hij gaat eruit. Oh shit. Mooi zo. Ja. Oh. Hey, kijk, oh, er zit ook helemaal zo mooi dit in. Ja joh, je hebt helemaal jukbeenderen. Doe je deze erover aan? Ja, wacht even. Nog eens. Zo. Oh. Oh. Nou, kijk nou eens. Wat een mooi figuur. Ik loop er nog wel een beetje bij, ja, als een vies mannetje, moet ik zeggen. Ja. Oh ja, ik heb natuurlijk nu een dik. Hoe doe je dit met een dik? Draag ik hem links of rechts? Zo, doe je hem een beetje links naar onder. Zo? Zo, ja, pas op. En dan? Ja, dan doe je hem dicht. Ja, dit is dus altijd een ding. Dan heb je dit. Dit doet werk. Ja. Is dit wat er gebeurt? Ja, ook wel lekker of zo. Je kan er ook wel zo lekker aan zitten. Toch, je kan hem zo lekker vastpakken zo. Ik vind het staan bij jezelf. Ik vind het eigenlijk wel geil. Het hoort niet bij mijn lijf, maar het voelt wel alsof het erbij hoort. Ja? Maar ja, misschien omdat het er gewoon zo dicht op zit. Dat, ja, heb ik ook met dit. Omdat, ja, het zo dicht op je lijf zit, dan voelt het een soort van deel van je. Wow, mijn tieten zijn weg. Wow, dat is raar. Wow, ik wou, ja, hetzelfde... vind je het raar? Ja, ik wou hetzelfde doen als jij. Ik denk, wow, waar zijn mijn tepels? Ja, je hebt het nog helemaal niet gevoeld. Die voel ik helemaal niet. Ik doe nog even... zit er... De hele tijd zit jij eraan. Dit is mijn nieuwe tik, denk ik. Normaal gesproken zit ik al een beetje aan mijn tieten, maar ik denk dat dit dan mijn nieuwe tik zou worden. Oh, wacht. Oh, het past wel. Oh ja, ik vind, oh, ook echt dat ik nu een vrouwenlijf heb. Oh, dat dit zo... Ja. Mooi. Ja. Wauw. Mooi. Oké. Okay. Kom je wel vaker, ja. Jij wordt ook gelijk opgewonden hiervan. Dat is helemaal niet de vibe waar we in moeten zitten. Oké, okay, sorry. Ja, nee, we moeten TikTok maken. Ja. Kijk, ik dacht, is het niet leuk? Want ik heb even op die TikTok-pagina gekeken. Het zijn wel allemaal een beetje uitleggende TikToks. Van, zo ziet het eruit. Maar ik dacht, misschien moeten wij gewoon laten zien van first time... Zoiets. First time... Ja, first time... Feeling ourselves. Ja, dat we er meer zo'n... Ja, dus dat we dan zo, dat we het zo een beetje laten zien en dan zo... Een beetje zo de accenten zo... Ja. Oké, we nu... got it. Oké, dan even deze zo. Even die. Iets met je... hoop aan het slaan alleen maar. Wat moet ik er dan over wrijven? Ook... Wat moet ik dan wrijven? Nee, je kan ook een beetje gewoon... Oh. Hallo, kan je dit niet even zeggen? Nee, zo met mijn tieten eruit. Ik heb geen idee. De hele tijd. Echt? Waarom zeg je dat niet? Ik zie het ook nu pas. Oh, is voor mij ook voor het eerst. Ja, weet je. Ja, sorry, ja. Ja, 3, 2, 1. Ja. Ja. Kijk, wil je even kijken wat je tot nu toe hebt? En, willen jullie elkaar nog een keer zien? Nou,
Nou, ik zie het wel zitten, denk ik, met jullie. Leuk. Nice. Wat ik heel goed vond aan de fitting is dat jullie vroegen van wat zijn gevoeligheden bijvoorbeeld. Van, vind je het fijn, vind je het vervelend als ik je daar aanraak of zo. Dus dat is heel goed. Dan verplaats je echt in de klant, hou je echt rekening met mensen. En bij de TikTok vond ik het heel leuk om te zien dat jullie echt je best doen om je te verplaatsen. Van hoe voelt het om een binder aan te hebben? Of hoe is het om een tucking slip aan te hebben? Nou, ik vond het ook echt een hele fijne dag. Ik heb echt genoten. Je mist het, hè? Huh? Ja, ik deed zo. Ja. Toen dacht ik, oh, schoot weg met mijn handen. Ja. Ik vind het ook heel fijn dat ik veel heb geleerd en ook gewoon veel warmte heb gevoeld. Dus ja, voor mij ook graag een tweede date. Ja? Jij? Ik vond het enig. Ik vond het helemaal leuk. Ja, dus ik, nou, voor 13 euro per uur weet ik niet of ik... nou, het gaat op zich ook wel prima als salaris. Ja, toch? Ja. Met kersenplukken verdien je minder. Kersenplukken? Nou, dat weet ik niet. Niet hoor. Verdien meer mee, denk ik. Kerstpluk is wel echt veel kutter dan dit. Ja, maar wel lekker, want je kan het kerst eten. Ja, maar nee, dat mag dan niet. Je mag niet kersen eten. Je mag niet stiekem toch ook niet kan je het wel eten. Die dingen gewoon meenemen, die banden. Nee, maar kersen, gaan ze kersen tellen dan? Hoeveel er afgekomen? Ik denk dat ze wel kersen tellen. Nou, ik denk dat het een beetje gaat op gewicht. Dus hoe meer kersen je...